Gefeliciteerd nog met je contractverlenging. Is dat iets waar jij lang over hebt moeten nadenken? Ja en nee. Ik wist toen we eenmaal erin waren gebleven dat ik hier graag wou blijven. En aan de andere kant, ja, er is altijd wel belangstelling. En er is altijd wel belangstelling geweest. Dus voor mij was het, mijn gevoel was gewoon wel hier met dit jaar. Alleen ja, de puntjes moesten nog op de i worden gezet. En geen belangstelling waarvan je dacht, dit is een kans, die kan ik niet laten lopen? Nee, niet echt. Nee. Er waren wel, maar ja, je weet hoe het gaat in de voetballerij. Hè. Dus ik heb gewoon gekozen voor zekerheid en probeerde dit jaar gewoon weer te vlammen bij Excelsior. Ja. Heeft het voor jou nog een rol gespeeld dat je na je blessure je basisplaats ook kwijtraakte en heeft dat voor twijfels gezorgd? Nee, ja, kijk, ik krijg deze vraag vaker en ik heb het vaker beantwoord. En ik ben er niet uitgezet. Ik kwam terug van een lange blessure en ik ben nooit gelijk fit geweest. Dus de trainer die heeft mij ook uitgelegd van Galit, ja, we zitten nu in een bepaald tempo in de eredivisie. En het lijkt me niet verstandig om je meteen weer te zetten. En je zat de laatste vier wedstrijden, stond ik er gewoon weer. Dus ja, ik voel niet dat ik gepasseerd ben. Het is meer van voorzorgheid dan dat ik gepasseerd ben. Voelt dit als een nieuw begin? Ja, gewoon elk jaar is weer een nieuw begin en ik voel me weer fris en ik heb er weer zin in. Ja, dat zien we. Eén ding valt nog op. Je hebt nog wat hinder met de kledij, geloof ik. Ja, de broekjes zijn wat groot, dus ik hou niet van grote broekjes, dus ik probeer er veel naar binnen te stoppen. Ja, ik denk dat bij de competitie start dat allemaal wel opgelost is. Ja, dat hoop ik ook, ja. Mooi man. Hey, succes. Dankjewel.